Hallo allemaal, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Roland en vandaag zijn we in Amsterdam voor iets heel speciaals. Het is weer lente en dat betekent dat de Dam weer volstroomt met allerlei gezelligheid. De duivenscheidje nog net niet om de oren vliegt en de zakkenrollers weer actief zijn. Check. Maar sinds 2009 hebben we in de lente ook iets om echt naar uit te kijken. En dat is de lancering van Linda's Lomo. De persrelease die vindt straks plaats. En wij zijn erbij. Goedemiddag allemaal en heel hartelijk welkom hier in de industriële grote club in Amsterdam bij de presentatie van de zesde Lomo alweer. Wat gaat het ontzettend hard. Ibele van der Meulen, de hoofdredacteur, heeft samen met de redactie echt, ik vind het een geweldig nummer gemaakt. Jullie krijgen natuurlijk straks allemaal een gratis exemplaar mee in huis. En de grote spannende vraag is natuurlijk altijd, wie siert die cover van de Lomo? Ja, onze held, onze voetbalheld, die natuurlijk echt een vuist maakt voor de homo-emancipatie met betrekking tot voetbal, maar ook met betrekking tot Rusland, vind ik ijzersterk. Geef hem een heel groot applaus, Yevgeny Levchenko. Jeff, jij hebt net ook je nieuwe Lomo bekeken. Wat vond je van de foto's van Lev? Ja, mooi, supermooi. Maar ik heb al met hem op de foto gestaan in 2011, stonden we samen op de cover. Maar het is goed om hem weer te zien. Hij blijft wel knap. Dus gekozen voor Legendi. Kun je daar iets over uitleggen? Nou ja, om op de kant van de Lomo te staan in de speedo moet je natuurlijk allereerst een geweldig lichaam hebben. En een mooi hoofd. Dat helpt ook. En wat ik heel erg leuk vind is dat hij ook nog eens een heel erg intelligent iemand is die een mening heeft, die een goed verhaal heeft, die het een en ander meegemaakt heeft in zijn leven. Dat maakt hem een interessante, spannende man. Waar had je voor gekozen om nog een tweede keer op de Lomo te staan? Nou, het is hele belangrijke problemen in Rusland en Oekraïne en andere landen zoals in Oeganda bijvoorbeeld. Maar ook in Nederland is nog steeds taboe. Ook in de voetbalwereld. Er zijn weinig voetbalspelers die openlijk over kunnen praten. Dus ik dacht, nou, dat is een hele moeilijke probleem. Mensen praten niet graag over. Daar probeer ik iets aan te doen. Stuck in a elevator, she take me to the sky. Er staan al piemels in. Ja, je zag het meteen al toen je binnenkwam. Vijf jongens die hun grote trots laten zien. We hadden er eigenlijk zes. Maar nummer zes zag die andere vijf en was ineens niet zo trots. Ik vond het echt een te leuk verhaal dat er eentje afgehaakt had. Dat is van, nou, datgene waar ik trots op ben, dan is dan toch niet zo groot als ik dacht. Volgens mij moet ik mijn mond houden, want ik heb te veel champagne en wijn op. Wie zou jij nog heel graag in de Lomo willen zien? Pelé natuurlijk. Ja? Nou ja, of een Pelé. Ja? Doe mij een Pelé op de cover, being gay. Linda, homo-moeder van Nederland, maar ja, wat houdt het eigenlijk in? Hoe heb jij je invulling aan je rol gegeven? Nou, ik heb destijds gezegd dat ik invulling aan mijn rol geef door ieder jaar een heel leuk blad te maken voor de homoseksuele man. Dat gepaard gaat met een heel leuk homofeestje. En verder is het volgens mij vooral een eretitel. En is het niet zo dat ik overal lintjes hoef door te knippen, daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. In dat nieuwe Lomo gaat Linda onder andere in over het feit dat ze zegt van nou, ode aan de homo. Jij bent een paar jaar geleden, heb jij in de Lomo gestaan. Wat was toen jouw reactie in eerste instantie? Ja, weet je, ik deed het toen heel erg omdat ik merkte dat vanuit geloof heel vaak wat veroordelend geluid komt. En ik dacht, ik ben ook gelovig. Ik geloof niet dat het zo bedoeld is, dat veroordelen. Ik geloof juist dat God van alle mensen houdt. Dus dat was voor mij een reden om zoeken naar een samenwerking waarbij ik onder geloof op kon staan en kon laten zien, homo's, hetero's, allemaal hetzelfde. Laten we gewoon van elkaar houden en liefde moet centraal staan. Dat is voor mij de reden. Ik vind het heel mooi dat je alle mensen in waarde laat en raaskleur of seksuele graadheid, iedereen hetzelfde behandelt. Dus dat vind ik compliment waard.